Kijk, Xerox is een onderneming die het, het hele fotocopieerproces heeft uitgevonden. Hè. Dit komt bij hun vandaan en zij waren dus ook absoluut de koploper. En zij waren op een gegeven moment, stonden zij bekend als de copying company. Zo definieerden zij zichzelf. Dat doen wij. Wij maken kopieerapparaten, wij stellen je in staat om te kopiëren. Maar ze ontdekten op een gegeven moment, ze hadden een echt vooruitziende geest. Zij ontdekten dat allerlei andere nieuwe elektronica aan stond te komen. Dat zou kunnen betekenen dat op een gegeven moment het kopiëren van papier niet een hele grote toekomst zou hebben. Ze deden dat op het moment dat notabene concurrenten nog druk bezig waren helemaal in die business te groeien. Maar zij zagen al heel ruim van tevoren, maar ja, maar wacht even. Als je nou wat verder in de toekomst kijkt, 25 jaar of meer, daarom is die termijn niet zo gek. Want die termijn wordt wel degelijk genomen door ondernemingen. Dan kon het wel eens zijn dat de wereld er anders uitziet. En kijk nu, op het ogenblik zitten we in een fase met de e-reader, met de iPad en noem het maar op. En het kon wel eens zijn dat het afdrukken en zeker het kopiëren van papier in de komende jaren sterk gaat afnemen. Of dat zo is, nou ja, dat zullen we dan zien. In ieder geval, Xerox hield met die mogelijkheid rekening en hebben zich, zoals je in het logo hier kunt zien, al snel gedefinieerd op een gegeven moment tot de Document Company. Zij zeiden van, ja, maar wat is nou precies onze missie? De essentie van ons bestaan. Waarom, daar heb je die vraag, waarom bestaan wij? Nou, wij bestaan niet zozeer om papiertjes te schuiven, als wel om informatie te verplaatsen, te beheren enzovoorts. Bestaat Xerox inmiddels, het gaat heel goed met het bedrijf, en het leeuwendeel van hun activiteiten heeft te maken met elektronisch documentenbeheer. Dienstverlening aan bedrijven. Hier zie je die jaartallen staan. 1938 de eerste fotocopie. 1961 waren ze de Copying Company. En in 1994 al waren ze, dat is bijna 20 jaar geleden nu, hebben ze zichzelf hernoemd tot de Document Company. Redefine the company mission. Het bedrijf dat dat niet deed, was Kodak. Ik noemde eerder al bij de bedreigde beroepen, hè. Fotochemische industrie, bedreigd is misschien inmiddels een zwak woord. Er zijn er nog een paar, Fuji. Fotokral, wel eens van gehoord? Ja, die zijn failliet gegaan. Kodak en Fuji hebben het allebei heel moeilijk gekregen. Wat was het geval? Je weet het allemaal wel, zij maakten van die dingen. Dat had je vroeger, dan maakte je foto's. En dan zat er zo'n rolletje in, dan had je daar je 24 foto's op. En dan bracht je dat naar een winkel in de stad. En dan, ja, ik leg dit even uit voor de jonge mensen, hè. En dan, dan maakten ze daar papieren foto's van. Ja. Toen had je namelijk nog geen iPad. En, nou goed, je weet wat er gebeurd is. Toen kwam het digitale fotograferen. Er zijn allerlei interessante bedrijven die helemaal in de digitale wereld zaten. Die zijn erop gesprongen. Die hebben de mooiste digitale camera's gemaakt en weet ik veel wat allemaal. En toen werden ze wakker bij Kodak, maar wel een beetje laat. En toen hebben ze massa-ontslagen gehad bij Kodak, bij Fuji en Fotokral is failliet gegaan. Zij waren die enorme foto-ontwikkelcentrales door het hele land heen stonden. Winkeltjes om die rolletjes aan te nemen enzovoorts. Dus dat betekent, met andere woorden, hè, hier zie je de jaartallen staan. 2004, Kodak ontslaat 25.000 werknemers, Fuji 5.000, dat was dan wat minder. En Fotokral met 100 zaken en 400 werknemers. Failliet. Goed, anders gezegd, Xerox was klaar voor de toekomst. Die anderen waren niet klaar voor de toekomst. Oké, Theo Vinken van 4People. Vertel eens, is 4People klaar voor de toekomst? Dat denk ik wel. Onze dienstverlening staat vooral met name om de ambitie voor mensen, en het is ook 4People is voor mensen, om die ambitie waar te maken. En ook voor de bedrijven waar wij zaken mee doen, onze opdrachtgevers, om die ambitie in ieder geval te ondersteunen, mee te helpen daaraan te voldoen. En die ambitie, denk ik, zal er ook in de toekomst blijven ontstaan. Dat zal op een andere manier gaan. Daarbij zullen wij en zijn wij best wel goed in staat om snel met die bedrijven en met de mensen mee te gaan. Maar dat betekent wel dat we alert moeten blijven. We moeten weten wat er in de markt speelt. We weten wat er op de arbeidsmarkt zich voordoet met scholen,
samenwerkingsverbanden opzetten. En daardoor leren wij, omdat we zoveel met de mensen omgaan, leren wij ook van die mensen. En ik denk dat wij van organisaties net zoveel leren als van nieuwe starters. Jij wil iets vragen. Als het ontslagrecht verandert tussen nu en 25 jaar, dan wil ik graag dat iemand anders een deel van de mensen in dienst neemt, zodat ik het risico niet over mijn bedrijf moet doen. Als het ontslagrecht verandert en ik ze gewoon morgen kan zeggen, nou, als ze nu hier heb ik je laten helpen en gaat het maar, dan heb ik eigenlijk geen bedrijf met al. Wat we hiervan kunnen leren, sorry, ik tussendoor kom, wat je hiervan kan leren. Kijk, ik vermoed dat het moeilijk zal zijn een ondernemer te vinden of iemand die werkt in een onderneming en die hier neer te zetten en te vragen van is jouw bedrijf klaar voor de toekomst en dan als antwoord te krijgen nee. Ze hebben altijd, ik wil ermee zeggen, je verhaal is vast heel kloppend. Wat niet wegneemt dat je er vast ook wel gaten in kunt schieten, waar hier wat mij betreft een hele interessante poging gedaan wordt. Dank je wel daarvoor. Want het punt is namelijk, kijk, natuurlijk, je kunt altijd wel een mooi verhaal ophangen van we hebben nagedacht over de toekomst en we gaan zo en zo samenwerken en we zijn flexibel en die dingen meer. Ja, ja. Maar wat nou als de toekomst toch meer verandert dan je gedacht had?